Er is niemand die momenteel in die pot past. Wat wil je nu proberen, Sissy? Proberen, ik wil niets proberen. Ik ben pro-beren, voor beren dus. Ik eis dat er hier beren in het dorp komen wonen. Beren gedragen zich tenminste niet als boeren, zoals jullie. Beren zijn sterk, beren zijn zacht, beren kunnen... Ja, ja, het is al goed. Maar zeg bella, ik heb een o -o -o oplossing gevonden voor dat toiletprobleem. Ik zal een toiletdame inhuren. Een toiletdame? Waarom moet dat een vrouw zijn? Een man kan dat toch ook? Maar ik vind het wel een goed idee en een sympathiek gebaar, Polle. Ja, we kunnen zo wel bezig blijven. De dader is hier niet. Of toch niet meer. Ja, we hebben bij iedereen die bot gepast. Dat wil zeggen dat de dader iemand is die we niet kennen en dat hij zich ergens verborgen houdt. Dus. Waar kunnen we die vinden? Zeg: Bella, voilà. ik heb er eentje gevonden. Eentje gevonden? Ah ja, iemand voor de toiletten. Ik heb gebeld met het interim kantoor. Huh? Ja, een wc eentje. En, en, en ook eentje om de badkamers te doen. Een bad eentje zeker. Ja, hoe weet jij dat? Ze werken wel maar hard. Time. Ah ja, natuurlijk. Jij zet een paard. Dus het is hier altijd parttime. Huh? Zeg, vriend. Jij zegt wel dat je geen vlees eet. Maar voor jij in het café binnenkwam, zijn er wel mensen die beweren dat er nog een pasje. In uw auto zat, en die is blijkbaar ook verdwenen. Dat klopt, maar zij is niet verdwenen.